even heel kort, wat gaan wij doen vanmiddag? Nou, ik werd al een paar keer gevraagd van, verwacht je veel mensen? Geen idee. Misschien blijft dit het wel. Ik denk het niet, want we hebben heel veel rumoer en ophef gemaakt dat wij met elkaar in Festijn organiseren met een kleine 40 ondernemers. Daarvan zijn jullie hier en aanwezig vanuit Rems, Fase, Oenen. Heel veel kandidaten die soms wat hulp nodig hebben bij het solliciteren of bij het aan het werk komen en dan ook het werk houden. Dat is onze core business. Het UWV vult daarbij aan en wij werken daarin samen met het UWV. Alleen het UWV heeft mensen in het WW en wij hebben mensen in de bijstand of mensen vanuit statushouders, Oekraïners die er ook tussendoor gaan lopen. Eigenlijk van alles wat. En mensen, en daar zijn we ook van 4 uur tot 7 uur aanwezig hier, die hopelijk van werk naar werk willen. Want die gunnen wij ook onze mooie werkgevers, dus jullie. Maar ook bijvoorbeeld mensen die part-time werken en die nog een andere part-time functie zoeken. Daar hebben we op gehoopt dat het gaat gebeuren. We hebben allemaal tegenwoordig een telefoon, dus maak vooral met je telefoon een printje met wie je gesproken hebt en maak ook werk van de opvolging erna. En verder lopen er een aantal tolken rond die zich ook kunnen melden bij u als u problemen heeft met de taal. Dat kan ik me wel zo voorstellen. Een aantal werkgevers van jullie hebben vacatures ingeleverd die vertaald zijn in het Oekraïens, of Russisch, maar Oekraïens dus. Dus dat kan helpen. En voor de rest, als dat niet zo is, laat van je horen, dan helpen wij u verder. Maarten Heren, onze wethouder, die is hier uit Epen en die wil u graag nog even kort toespreken. Ja, en dankjewel dat we hier met z'n allen kunnen staan. Het is al een tijd geleden dat het idee voor een vacaturefestijn op deze prachtige locatie ontstond. En vandaag is het al zover, dus dat is een feestje. Feestjes bouw je samen. Dus Marjan en het hele team van de curator, complimenten voor dat het feestje in ieder geval hier tot stand is gekomen. Ik wil ook alle organisaties, ondernemers, bedrijven bedanken die hier vandaag zijn. Want we hebben elkaar nodig. Als gemeente vinden we het ontzettend belangrijk dat iedereen kan meedoen. En het verhaal van werken is meer dan alleen maar geld verdienen, dat ken ik nu denk ik. De zingeving, het mee kunnen doen, vinden we heel erg belangrijk. De mensen die wat meer steun in de rug nodig hebben om bij de juiste werkgever te komen, die komen hopelijk vandaag ook gebruik maken van wat er nu geboden wordt. Ik hoop dat het een dag wordt met hele mooie ontmoetingen. Ik nodig jullie allemaal uit om je te laten verrassen, te kijken naar welke talenten komen bij je tafeltje langs. We zoeken juristen en vergunningverlening, bewoners, waar bedrijven veel mensen zijn die handig zijn met aardrijkskunde, kaarten. En ook bij de bouw, dat is zo gek niet bedenken. Maar juist, dat kan het secretarieel, nu niet, maar dat kan volgende week zo. Dat kan volgende week zo. Nu kun je los. Ik heb een lang kaart.